Gisteren verzamelden tienduizenden demonstranten zich op de Dam in Amsterdam om aandacht te vragen voor klimaat en klimaatrechtvaardigheid. Het wordt zelfs de grootste klimaatmars ooit genoemd in Nederland. Geen druk verkeer vanmiddag in grote straten van Amsterdam, maar wel actievoerders uit het hele land. Ze zijn er om te protesteren en dat is goed te horen. Opstaat, jongeren voor het klimaat op school! De demonstranten maken zich zorgen over het klimaat. De wereld moet veranderen en anders dan zijn wij hier straks niet meer. Wat voor bord heb je meegenomen? Daar staat op, de wereld staat in de fik. Ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. Ja, wij willen heel veel voor het klimaat doen. Anders gaat het gewoon niet met de wereld. En wij houden ook, we houden heel erg van skiën en dan kunnen we misschien niet meer skiën. Ja. Tienduizenden mensen lopen vandaag mee met deze klimaatmars. Die is georganiseerd door 9 grote organisaties. Denk bijvoorbeeld aan Extinction Rebellion, Greenpeace of Oxfam NoVib. Het is natuurlijk niet helemaal toevallig dat vandaag deze klimaatmars is. De verkiezingen komen eraan en hier hopen ze dat mensen gaan stemmen op partijen die veel tegen klimaatverandering willen doen. Bij de demonstratie zijn ook leiders van politieke partijen. En die willen allemaal laten zien dat hun partij de beste plannen heeft tegen klimaatverandering. Versnellen, er moet een schepje bovenop. Er is te veel een houding op dit moment van nu even niet. Zo snel mogelijk stoppen met het verbranden van olie en gas en stoppen met de vee-industrie. Hele grote bedrijven die veel vervuilen, ja, die moeten we laten betalen om ervoor te zorgen dat die schoon kunnen gaan produceren. Ja, Daniël van Duijn, lijsttrekker van LEF of LEF. Je bent hier vandaag voor het eerst bij ons. Deze demonstratie wordt gezien als een van de grootste hier in Nederland. Wat is jouw visie op deze demonstratie? Nou, hartstikke goed dat mensen de straat op gaan om klimaatrechtvaardigheid te eisen. Wat ik jammer vind altijd in discussie van mensen die klimaatskeptisch zichzelf omschrijven, is het heeft zoveel te brengen. Dus het leven wordt goedkoper als we overstappen op zon. Want de prijzen van zonne-energie zijn al jaren aan het dalen. Het is zelfs zo dat de autoriteit of het internationaal energieagentschap, die voorspelt altijd te pessimistisch de opbrengst van zon. En wat we nou moeten doen, we moeten naar een slimmer stroomnet. Want in heel Europa wordt er de hele tijd stroom opgewekt en dan zijn er pieken en er zijn dalen in de energiebehoeften. Als we nou zorgen dat al die tijdzones op elkaar zijn aangesloten en dat als de zon opkomt in bijvoorbeeld Oekraïne of bijvoorbeeld ondergaat in Portugal, dan kunnen we al die stroom van die zon, van die prachtige zon die elke dag schijnt, kunnen we heel mooi verdelen over één groot net, waardoor iedereen de hele tijd voldoende stroom heeft voor een hele lage prijs. Maar dan moet je dus wel internationaal samenwerken. Daarom was er ook een internationale demonstratie, was Greta Thunberg aanwezig. Heel hoopgevend dat de jeugd eigenlijk van zich laat horen. En ook de mensen van de protestgeneratie uit de jaren 70, dat die aansluiten. Dit is een heel breed, niet links of rechts, thema. Want het gaat over, gaan we de Randstad verliezen of niet? Moeten we naar het oosten gaan verhuizen, naar een hoger gelegen gebied? Kunnen we nog veilig, zeg maar, voedsel verbouwen? Kunnen we zorgen dat er weinig infectieziektes zijn? We hebben nu al het gele Nijlvirus of het Nijlvirus komt en dengue komt onze kant op, omdat het hier te warm is, omdat we geen winters meer hebben. LEF is de enige partij die naar 0 graden opwarming wil. En hoe willen we nou 0 graden opwarming bereiken, zodat we die 11 steden toch weer kunnen schaatsen? Dat is door heel veel te investeren in klimaatmissies in het buitenland. Want de rechtse partijen hebben een punt. De klimaatuitstoot van Nederland is heel klein. Maar we kunnen een grote speler zijn. Want we zijn in het verleden ook groot geweest in verschillende. We zijn altijd voorlopers geweest als het ging om homo-acceptatie. Ook als het ging om ASML, de grootste chipfabrikant. Bluetooth komt uit Nederland. We zijn een fantastisch innoverend land. Maar dan moeten wij dus helpen al de vuilnisbelten in Brazilië, in Saoedi-Arabië, in India, om de methaanuitstoot daar te reduceren. Dat kost heel weinig geld, want die oplossingen zijn eigenlijk heel simpel, want we hebben die al 40 jaar geleden hier in Nederland toegepast. Dat is namelijk afvalscheiding. En daar wordt alles op één grote hoop gegooid. Dat gaat stinken, dat gaat meuren, is ook toxisch. Dus iedereen die daar op die vuilnisbelten leeft, die gaat daaraan vroeger dood. Als wij daar dus mensen naartoe sturen in plaats van het geldverslindende NAVO-budget en allemaal wapens die ook weer allemaal in rook opgaan, dan kunnen we echt veel verandering bewerkstelligen en dan hoeven wij de Randstad niet te verlaten. En mijn kinderen, als ik die ooit heb,
als God het wil, dan kan ik die hier opvoeden. Want ik wil graag niet vluchten naar Zweden, omdat daar wel een voldoende gebied is wat boven NAP nog ligt. Maar je verwacht dus dat als wij dat zouden doen, hè, als de hele wereld naar, nou, wat zou je willen, nul CO2-uitstoot gaat, dat we dan geen opwarming van de aarde hebben? Dat wij als mensen dat kunnen veroorzaken? Ik ontken helemaal niet het fenomeen van een broeikaseffect. Zonder een broeikaseffect zou de aarde 40 graden onder nul zijn, zouden we hier niet kunnen leven. Maar het versterkte broeikasgaseffect, dat is door mensen gecreëerd. En dat moeten we direct terugdraaien. Want als we dat niet doen, dit is ook wat ik niet snap aan klimaatskeptici, waarom zou je het risico willen lopen? We zijn nu afhankelijk van olieregimes. Van maar Mohammed bin Salman, die Jamal Khashoggi in stukjes laat snijden. We zijn ook afhankelijk van Poetin. Waarom willen we dat? Waarom zouden we dat in stand houden als we over de overgang kunnen maken? Je vraagt je af? Nou, al jij zegt dus dat wij als mensen, zeg maar, dat versterkte broeikaseffect, dat wij dat kunnen mitigeren. En dat de aarde daardoor 0 graden op zou warmen op lange termijn. Maar hoe verklaar je dan dat de temperatuur van de aarde al jaren of al eeuwen fluctueert, al miljoenen jaren? We hebben periodes gehad dat het wat warmer was gemiddeld op aarde en wat koeler. We hebben een ijstijd gehad, we hebben een warme middeleeuwen gehad. En toen was de menselijke CO2-uitstoot nog lang niet zo hoog als dat nu is. Jij hebt geluk. Hoe verklaar je dat? Vertel. Je hebt een voormalig aardrijkskunde-docent tegenover je. Dus ik weet heel goed hoe die systemen werken. En geologie is een heel speciaal fenomeen. De aarde en de geschiedenis van de aarde is niet lineair. Dit is voor iedereen die dus niet in de schepping gelooft, maar gewoon in wetenschap. De aarde is ontstaan uit verschillende gassen. Het was eerst niet helemaal niet massief, maar was helemaal gas. Dat is steeds compacter geworden en toen zijn verschillende kernen ontstaan, waaronder de mantel. Dus wist je dat bijvoorbeeld het binnenste van de aarde bestaat uit gewoon ijzer? Nou, die vormen die zorgen voor fluctuaties en het is geen lineair proces. Dus het is ook heel goed te begrijpen. Maar hoe hebben wij als mensen daar dan invloed op? Dat is de vraag. Wij hebben daar invloed op omdat sinds 1850, sinds de industriële revolutie, mensen massaal CO2 de lucht in zijn gaan stoten. Overigens, ook het methaan is een supersterk broeikasgas. Dat komt door de bio-industrie. Omdat we meer vlees zijn gaan eten, zijn wij als land, maar ook als wereld, steeds meer habitat van dieren zijn in gaan perken. En daardoor verliezen we niet alleen dus gezondheid, want als we gezonde ecosystemen hebben, dan zorgen we dat we gezond kunnen blijven leven als mens. Maar het zorgt er dus voor dat wij veel te veel overpopulatie hebben. De mensheid moet zichzelf een beetje gaan inhouden. Moet zorgen dat ze niet meer al die CO2 de lucht in gaan pompen. En dan zal je zien dat die temperatuurstijging van de afgelopen jaren, waarvan overigens in Nederland 2 graden opwarming is, dus wereldwijd is het nu 1,3. Maar in Nederland hebben we extra effecten, waardoor de dijken sneller uitdrogen, waardoor we sneller doorbraken gaan krijgen. En dat die scenario's dat de Randstad onder water loopt steeds realistischer worden, in plaats van minder realistisch. Die scenario's moeten we willen voorkomen. En Daniel, je wil het risico gewoon ook niet lopen. Kun je me even uitleggen? De Mars die stond, het staat voor klimaat en klimaatrechtvaardigheid. En wat die twee met elkaar te maken hebben. Ja, als je het niet erg vindt, zal ik heel even mijn voorhoofd deppen. rechtvaardigheid en klimaat hebben veel met elkaar te maken, omdat de toekomstige generaties worden niet gehoord in het debat. LEF is opgericht om jongeren een stem te geven. En ook iedereen onder de 18 heeft belangen. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de democratie. Oftewel, iedereen onder de 18 is buitengesloten van de besluitvorming. Maar we kennen allemaal gewoon in de gezinssituaties dat kinderen mogen meebepalen. Dus waar gaan we naartoe op vakantie? Wat gaan we vanavond eten? Welke sport wil je doen? Dat wordt niet opgelegd. We vinden het dus ook normaal eigenlijk dat kinderen meebesluiten. Maar niet in de democratie. Wij vinden dat een heel raar concept. Maar de rechtvaardigheid die wij dus voorstaan heet ook generatierechtvaardigheid. Dat betekent dat je het beleid niet baseert op de korte termijn van een politieke carrière van 4 jaar, maar op 120 jaar of 150 jaar. Dat je de grondstoffenvoorraden, waaronder bijvoorbeeld kunstmest, superbelangrijk voor onze huidige voedselvoorziening, dat we die er niet doorheen jassen. Want voor je het weet hebben we geen kunststof meer of kunstmest meer en kunnen we niemand meer voeden en dan krijgen we echt burgeroorlogen. Ja. Om dat dus echt rechtvaardig te maken, verdienen jongeren een stem. We zien ook dus dat de jongeren de innovators zijn in de samenleving. De beste ideeën komen altijd van mensen wanneer ze 24 zijn. Albert Einstein kwam met de relativiteitstheorie toen. Bojan Slat kwam met de ocean cleanup.
Greta Thunberg kwam met de schoolstaking voor het klimaat. Ja, die is iets jonger. Die is 20. Maar ja. Die was er ook op de Mars. Laten we even kijken naar wat zij te zeggen had. Ze werd wel onderbroken. We are destabilizing the biosphere and the very systems we depend on to survive as a civilization. We are not standing on the brink of a catastrophe. We are living in it. People on the front lines of the climate crisis have been experiencing the first-hand consequences of it for decades now. And they have been sounding the alarm, but we have not been listening. The people in power have not been listening. I come here for a climate demonstration, not a political coup. We bevinden ons in een grote ramp, hoorden we haar net zeggen. Zie je dat ook zo? Ik zou voorzichtig zijn met doemdenken. Want we zijn als mensen niet geneigd om harder te gaan lopen of iets ook maar te gaan doen als we de hele tijd depressief in een hoekje gaan zitten. We moeten hoopvol zijn en zij is eigenlijk ook een heel hoopvol persoon. Maar als je haar boek leest, dus het grote klimaatboek, dan word je eigenlijk heel handelingsgericht. Dus je gaat eigenlijk kijken van, oh, we kunnen besparen. Dat is slim. We hoeven niet alle producten uit China te importeren en daarmee een regime te steunen wat de Oeigoeren onderdrukt. We kunnen ook zelf producten maken en ontwerpen die langer meegaan. We kunnen meer kleinschalig. We kunnen ook meer welzijn in de economie centraal stellen. Kortom, het is eigenlijk best wel een goede beweging om naar kleinschaliger te gaan, naar minder globalisering, naar een rechtvaardige samenleving waarin iedere jongere ook recht van spreken heeft. Want het zijn hun jaren hier op deze planeet. Maar dat hoor ik niet echt terug. Dat hoopvolle beeld hoor ik niet echt terug als ik de kinderen van, wat zou zijn, 8, 9 jaar hoor spreken over een aarde die er misschien niet meer is. Als we het dan toch hebben over rechtvaardigheid, hebben die kinderen dan ook niet recht op een onbezorgde jeugd? Moeten zij niet volgespoten worden met dit soort doemdenken? Nee, je hebt een groot punt. Dus laten we zo snel mogelijk in actie komen tegen klimaatverandering. Dan hoeven zij ook niet bezorgd te zijn. Maar wij zijn de veroorzakers. Wij als volwassenen hebben handelingsperspectief. Om daar zorgen over te moeten maken? Zij zijn autonome vrije wezens. Dus als zij zich zorgen maken, dan denk ik niet dat dat komt door een of andere greenwashing campagne of wat dan ook. Dan komt het omdat er gewoon werkelijk in de wereld iets aan de hand is. Dan moeten we daar ook goed naar luisteren. En als jij dus het gaat afschuiven en kinderen zeg maar handelingsonbekwaam maakt door te zeggen, dat is bij hun geïnjecteerd als een soort Het onderwijs, de media, kinderboekjes, staat allemaal vol met doemdenken. Alle tekenen in de wetenschap zijn er 100% duidelijk over, of 99%, laat ik het 99,99 noemen, dat klimaatverandering zoals die nu, dus het versterkte broeikasgaseffect, dat door mensen komt. Kinderen hebben daar helemaal niet aan bijgedragen. Zij zijn onschuldig. Zij moeten dus ook beschermd worden tegen de gevolgen. Zij moeten daarom ook centraal staan in het beleid en in het lange termijn denken. Dat snap ik. Je hebt het vooral over de gevolgen. Zij heeft het vooral over het proces daarnaartoe. Zoveel moeten ze in hun jeugd daar al mee lastig gevallen worden. Precies. En ook misschien een discussie voor straks bij de borrel. We hebben iets meer tijd voor nodig. Ik heb nu namelijk live in deze uitzending ook dokter Ferdinand Meeuws. Nu gepensioneerd, maar eerder verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Welkom. Welkom. Fijn dat u er bent. Ja, u hoorde ons al uitgebreid praten over de klimaatmars. En de meningen zijn natuurlijk ook verdeeld, wat oké is. We zien dat er veel mensen op af zijn gekomen bij die demonstratie. Dus ik vraag me af, wat is uw visie hierop? Ik begrijp natuurlijk, hè, als die mensen, die jeugd en die ouderen, dagelijks worden gebombardeerd met zo van die propagandaleuzen. De aarde staat in de fik en we gaan er allemaal aan. En meters zeespiegelstijging. En ja, dan kan ik dat begrijpen. Want iedereen wil de planeet redden. Maar het spijtige is, als wetenschappers kijk ik naar de metingen. En die metingen zijn helemaal niet catastrofaal. Als we naar bijvoorbeeld de bosbranden kijken. In Europa hebben we satellietmetingen. De laatste 10 jaar is er geen stijging van bosbranden. Het tweede feit, die doemklimaatwetenschappers hadden voorspeld dat de ijsberen gingen uitsterven, want het ijs ging verdwijnen.
Als we naar de metingen kijken, klopt helemaal niet. De ijsberenpopulatie is verdubbeld. Orkanen, nog zoiets. Er is geen toename in het aantal dodelijke orkanen. Ook als we naar de slachtoffers kijken van zogezegde klimaatcatastrofen. Dus dan kijk ik vooral naar het aantal doden door overstromingen of door bosbranden of door orkanen. Als we naar de metingen kijken, die zijn fors gedaald. Maar helaas, die feiten die wetenschappelijk vaststaan, komen veel te weinig in de media. De media zitten in een soort van propagandische, alarmistische carousel en blijkbaar zijn ze allemaal verslaafd aan slecht nieuws. Ik ben wetenschapper en ik volg en ik kijk naar de feiten. Er is helemaal geen klimaatcatastrofische situatie aan de gang. De planet is not boiling. Er is een opwarming van 1 graad sinds 1850. Ik hoor u dus eigenlijk zeggen dat de wetenschap, volgens de wetenschap, er eigenlijk helemaal geen reden is om zorgen te maken om het klimaat. Maar als ik kijk naar die demonstratie, er zijn toch wel 85.000 mensen die erop af zijn gekomen. Hoe verklaart u dat dan? Dus het speelt kennelijk wel in de bevolking. Dat is heel makkelijk, hè? Dat zijn allemaal goed bedoelende mensen die dagelijks de krant lezen of dagelijks naar het klassieke nieuws luisteren. En moest ik dat doen? Ja, ik hoor enkel maar een eenzijdige alarmistische benadering. Die zijn gebrainwashed richting klimaatalarm. Maar de feiten zijn helemaal niet zo. Ja, weet je wat ik zo jammer vind? Is dat de oude generatie dit soort paranoia aan het verspreiden is. Alsof er een beeld schetsen, alsof er niet iets aan de hand is. Terwijl er is hartstikke veel aan de hand. Er wordt door mensen ontzettend veel bos gekapt. Dus er is heel veel biodiversiteitsverlies. In Nederland is dat gewoon ook statistisch niet te ontkennen. Dus ik wil eigenlijk dat deze meneer, die zichzelf wetenschapper noemt, eigenlijk een plaats gaat maken voor de nieuwe generatie en hen aan het woord laat. Waarom luisteren we nog naar oude mannen die, sorry dat ik het laten zeg, laten we wel respectvol blijven alsjeblieft. Ja, maar waarom laten we het nog steeds, het lot van deze planeet, over aan mensen die hier nog maar 10 jaar rondlopen of 20 met een beetje geluk? Voor mij. En ik ben jong en vrouw en ik sta hetzelfde in als deze wetenschapper. Ja, en dus sorry, maar er is heel veel funding vanuit de olieindustrie om maar overeind te blijven. Daarom wordt ook nepwetenschap gefinancierd. Shell heeft echt een absurd hoog marketing PR-budget. En daarmee worden allemaal wetenschappers ingehuurd. En ik kan het weten, ik heb aan Wageningen Universiteit gestudeerd. Dat is de meest privé universiteit als je kijkt waar het geld daarvan de wetenschap wordt gefinancierd. Deze studies laten allemaal zien, er is heel veel aan de hand. Ook de bosbranden in de wereld, ook in Griekenland. We hebben het allemaal gezien. Maar dat klopt niet. Er zijn Europese satellietmetingen en die tonen aan dat de bosbranden minder zijn. Als u die feiten niet erkent, ja, dan moet hij naar Monty Python gaan. Hè. Ik wil ook nog even inpikken op uw aardrijkskundige achtergrond. U heeft daar een onzinverhaal verkocht over het binnenste van de planeet. Ja. Met vaste ijzerkernen en zo. Er zijn 8 ijstijden geweest. De oorzaak van de ijstijden heeft niks te maken met de binnenkant van de planeet. Dat is Monty Python. U bent de marginale figuur. De aarde rond de zon. De afstand van de aarde rond de zon is gewoon veranderd. Daar zijn alle wetenschappers 99,99% het eens over. Het is gewoon de afstand van de aarde tot de zon en de helling die de oorzaak is van de ijstijden. Als u dat ontkent. Ja, ik zie dat als een kop in het zand steken. Monty Python dan. Het is echt zaak ook om positief te kijken naar dit debat. Want ik kreeg net al het verwijt van het is niet zo optimistisch als die jeugd zo die termen van climate boiling in hun hoofd heeft. Dat is inderdaad een zaak die kan worden aangepakt, die veel beter kan. Want als we het klimaat breder zien, als in ook milieu
En we zijn er allemaal over eens dat we schone lucht willen, genoeg grondstofvoorraden, dat we met z'n allen goedkoop transport willen. Dan moeten we gewoon slimmer ontwerpen. Dat betekent meer ruimte laten ook aan burgers om samen de klimaatmaatregelen vorm te geven. Want ik denk dat een heel groot reden voor de weerstand voor klimaat ligt in het feit dat mensen niet mogen meepraten. Dat ze het gevoel hebben, oh, ik mag niks meer. Maar dat zou dus de overheid niet moeten doen. We zouden eigenlijk moeten zeggen, we laten de burgers aan het woord. Ik ga heel even naar Maurice. Ik heb Maurice nog helemaal niet gehoord in dit gesprek. Nou ja, wat ik het interessante vind, er zitten aspecten in zijn oproep waarbij je met elkaar dingen doet om dingen te verbeteren. Wat ik geweldig vind om dat dan ook te gaan doen. Maar wat belangrijk is, wat ik gedaan heb, ook tijdens corona, en wat ik ook gedaan heb met de bronnen waar hij het over heeft, meneer Meus, die bronnen ben ik ook gaan kijken, die data ben ik ook gaan kijken. En ik moet zeggen dat ik meerdere keren, als ik naar die bronnen ging van de data, ik een ander beeld had dan ik uit de media kreeg, alsof er alles veel scherper of erger ging. En wat ik zo graag zou willen, is dat iemand zoals hij met de anderen die roepen, ja, weet je wel, het kan 17 meter omhoog gaan als heel Antarctica smelt. 60 meter. Maar die worden nooit tegenover elkaar gesteld. Terwijl die bronnen die ik zie, die geven een veel relativerend beeld. Waarbij het best kan zijn dat zelfs dan je een aantal maatregelen neemt die heel verstandig zijn voor de mensheid en voor elkaar. Maar ik zou zo graag willen dat we over de data, die ook objectief vaststelbaar zijn, in ieder geval het over eens zijn waarna je beleid kan voeren. En wat er gebeurt is, dat, en dat heb ik tijdens corona voortdurend gezien, dat de data werden gebruikt als een marketinginstrument om angst te creëren, om daarna maatregelen te doen. Terwijl een deel van die maatregelen kan ik ook nog best achterstaan, maar niet gebaseerd op angst en niet gebaseerd op een bewust foutieve interpretatie van die data. Want data worden dan gebruikt als marketinginstrument, terwijl de data eigenlijk onafhankelijk zouden moeten zijn. Maar daar vinden we nooit een openlijk debat over, terwijl de interpretaties die je dan kan doen en de handelingen die je kan doen, zoals jij bijvoorbeeld ook zegt, daar kan je best in sommige dingen ook in meegaan. Maar aan de onderkant vindt die basis, die is eigenlijk verziekt. En dat vind ik het erger. Daniel. Ja, het feit dat er dus variaties. Ik ben ook een oude man, oké. Okay. Sorry, ik wilde niemand disqualificeren natuurlijk. Wij hebben een weerfenomeen in de wereld, dat heet La Niña, El Niño. Dat is een cyclus van warm en koud weer. En er zit variatie in de hoeveelheid ijs op de Noordpool. Maar dat is niet meteen een reden dat alle trends maar ontkend kunnen worden. En ik wil inderdaad benadrukken, laat het met z'n allen besluiten, ook in openheid. Want ik wens niemand toe dat ze zich gemarginaliseerd voelen. Een open debat moet altijd mogelijk zijn. Maar als we de jeugd ook een stem gunnen in dit debat, want het is hun toekomst. Zij zitten op een planeet vast. Ik geloof niet dat we naar Mars kunnen. En ik zou het een heel stom idee vinden van Elon Musk ook om daar een kolonie te starten, alleen maar vanwege de straling. Ik denk, we moeten met het klimaat veel collectiever optreden en ook veel meer de burgers dus het voor het zeggen laten hebben en niet de lasten bij de burger neerleggen, maar bij het grote bedrijfsleven wat jarenlang vervuilt. Schiphol moet niet buitenschot blijven. Grote supermarkten mogen niet buitenschot blijven. Tata en Gemoer en Geleen. Gemelot in Geleen. Je bent dus die moeten allemaal, ja, moeten allemaal. Daar moet het geld vandaan worden gehaald. Maar als je dat doet, als je die grote bedrijven gaat belasten, als je het daar neerlegt, dan zullen die dat alsnog aan de burger doorberekenen. En heeft de burger ook nee, want we stoppen met de vervuilende producten, want niemand heeft meer vraag naar die producten. Als je voor minder geld een duurzame reis kan maken, met de trein bijvoorbeeld, als daar niet btw op wordt gegeven, maar dan is die nu nog reis zo ook kwalitatief beter. Maar dat is nu niet het geval. Jelena? Daniel, ik kom zo even terug bij jullie. Ik wil nog één laatste reactie van dokter Ferdinand Meus. Ik denk dat ik het met Lef natuurlijk eens ben. Wij willen allemaal, ook de ouderen en de jongeren, een hele mooie, schone planeet. Maar zoals Maurice zegt, wij moeten gewoon eens naar de objectieve data kijken. En het is pas op basis, als we daar kunnen overeenkomen dat er geen toename is van bosbranden, dat er geen toename is van overstromingen, dan hoeven we geen 28 miljard euro uit te geven om de temperatuur te doen dalen met 0,000036. Daarom moeten we het in het buitenland doen. Dat is veel effectiever.
Maar ik wil het nog wel eens hebben over de ijstijden. Er zijn 8 ijstijden geweest en mijn standpunt is, samen met 99,99 andere wetenschappers, dat dat gewoon komt door de afstand van de aarde tot de zon. Maar u blijkbaar heeft daar een andere theorie over, iets met de kern van de aarde. Dat interesseert me wel, want dat is onzin. All right, ook een mooie discussie voor op een ander moment. Wij gaan dit gesprek afsluiten. Dr. Ferdinand Meus, hartelijk dank voor uw tijd. Fijn dat u er was. Ik wens u een hele fijne avond. Goed, ik snap dat het een verhitte discussie is met verschillende perspectieven, maar ik moet natuurlijk ook een beetje op de tijd letten. Nou, misschien wat wel belangrijk is, dat dit soort discussies veel breder gevoerd zouden moeten kunnen worden. Ja, want hoe kunnen we ervoor zorgen dat die polarisatie verder doortrekt? Ja. Ik bedoel, nogmaals, je hoeft niet eens met iemand te zijn, maar het is goed als je die standpunten hoort en als je vervolgens van een aantal partijen bij elkaar, in ieder geval over de basis van de data met elkaar kan eens zijn en vervolgens de conclusies die je gaat trekken en het beleid wat je gaat trekken, dan vind je elkaar veel meer dan als over de data ook allerlei dingen worden gedaan die ik vaak zie. En ik heb het echt bij corona elke keer gezien als ik naar de data keek, dat ik dacht, ja, dat de data wordt niet vertaald naar de werkelijkheid. Nee, ze misbruiken de data om te bereiken wat ze willen bereiken. Om dat te bereiken, dus dat open debat, willen wij graag, nu de Binnenhof toch verbouwd wordt, dat er bovenop die Tweede Kamer een derde kamer komt. Dat daar burgers over allerlei thema's met elkaar in gesprek gaan van alle lagen van de samenleving, met alle overtuigingen, zoals wij eigenlijk nu ook, hulde voor dit podium, waar ook gewoon gedebatteerd kan worden, omdat die vrijheid hebben we gelukkig in dit land, om dat vaker te stimuleren. En dan loten we die burgerraden. En dan zorgen we dat er eigenlijk in de politiek niet de partijen aan de macht zijn, maar de burgers. Het is toch een soort referendum, hè? Ik wou net zeggen, ik denk dat we dat veel makkelijker kunnen bereiken. Gewoon met een referendum. Duidelijke vraagstelling, niet op politieke poppetjes, maar gewoon op de inhoud. En laat het dan maar aan het volk. Laat het volk maar beslissen wat zij willen. Ja. Daniel, als jij verkozen zou worden tot Tweede Kamerlid, hoe zou je dan al deze verschillende belangen rondom klimaat vertegenwoordigen? Zou jij premier worden als jullie de grootste worden? Ik zou daar helemaal niet voor weglopen, want ik denk dat Nederland, maar ook de wereld, meer jonge leiders nodig heeft. En Sanna Marin is daar een voorbeeld van in Finland of Denemarken. Hij had ook een vrouwelijke premier. Misschien zou ik wel een vrouwelijke premier ook de kans gunnen. Want ik ben net zo geschikt als Pieter Omtzigt voor het torentje. We hebben allebei 0 bestuurlijke ervaring. Dat wilde ik ook nog even gezegd hebben. Maar, terug naar de vraag. Hoe zou je deze verschillende belangen rondom klimaat vertegenwoordigen? Door eigenlijk te zeggen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen en alles wat er tussenin zit, wij gaan samen om de tafel en wij gaan een Olympisch feest organiseren zodra we klimaatpositief zijn. En dat betekent geen gif meer in het milieu. Dat betekent ook geen CO2 en methaan meer elders in de wereld, want wij stoten via andere landen ook heel veel uit. In Ethiopië met rozen, kassen en alles. Asperges die uit Peru komen, helemaal onzin, want er wordt allemaal virussen worden en dierziektes en ook plantenziektes worden in ons land gebracht. Wij willen met z'n allen zo'n soort forum over klimaatrechtvaardigheid organiseren. En dat kan heel goed zodra Lef in de Tweede Kamer komt. Want dan ga ik mij maximaal inzetten om deze tattoo stuk voor stuk af te vinken. En één deel daarvan is het basisinkomen. Een ander is klimaatpositiviteit. En een ander is burgerraden opzetten. Ik wens jou daar heel veel succes bij. Dank je wel. Nog 10 dagen voor de verkiezingen. Jij ook natuurlijk heel veel succes, Jelena. En Maurice de Hond, fijn dat je er was. Dank jullie wel.